Werkgroep Milieu Apeldoorn tegen parkeerplannen van de gemeente. Het gebruik van de oefenvelden van AGOVV in Apeldoorn als extra parkeerruimte voor de Apenhul en Park Bergenbos stuit op een bijkomend probleem. Aan de rand van de velden blijkt een dassenburg te zitten. Werkgroep Milieu Apeldoorn verzet zich daarom nog meer tegen het gebruik van de velden als parkeergelegenheid, omdat de das een beschermd diersoort is. Dit gebied is eigenlijk aangemerkt als zijnde natuurbestemming. Dan moeten eigenlijk toch geen problemen zijn, zou je denken. Ja, je zou denken in een natuurbestemming zou je geen auto's neer mogen zetten. Maar het college van BJW neemt de bevoegdheid om met een tijdelijke vergunningsprocedure daar afstand van te nemen. En in dit natuurgebied auto's neer te zetten. Het is voor ons een volslagen verrassing hoe dit kan. De werkgroep Milieuzorg is op zijn zachtst gezegd not amused dat de oefenvelden worden gebruikt als parkeerterrein voor de Apenhul. Wat vindt u ervan? Nou, het is zo dat wij een jaar of twee geleden zijn begonnen met het tijdelijk gebruik van dat parkeer van die ruimte. Dat we die nu als parkeerterrein gebruiken. En we hebben daar in de tussentijd gekeken hoe moeten we daarmee verder voor de komende 10 jaar. Nou, we hadden 5 mogelijkheden en het college heeft nu een voorkeur uitgesproken voor 1 van die 5 mogelijkheden. Dus ja, wij begrijpen dat daarmee de situatie voor dat terrein dat een aantal jaren langer door zal gaan. Maar binnen de afweging is dat wat ons betreft wel de juiste keuze. Je hebt natuurlijk te maken met die dassenburg en dassen zijn beschermd. Het is zo dat wij van tevoren daar ook een zorgvuldige afweging in gedaan hebben. 2 jaar geleden al hebben we ook onderzoek naar gedaan. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat de habitat van de dassen, die zijn meestal 's avonds en 's nachts actief. Terwijl het parkeren, dat is incidenteel en dat is ook overdag. Dus dat betekent dat wij vinden dat die twee dingen goed samen kunnen gaan. Het lijkt wel een beetje of de gemeente probeert op die manier toch hun zin door te drijven. Ja, je ziet langzaamaan dat het park Bergenbos verstedelijkt. Hier vlak naast is al de bedoeling dat er een camping aangelegd wordt. In dit gedeelte van het park worden er auto's geparkeerd. En langzaamaan zien we de Veluwerand optrekken. En zien we het park Bergenbos, waar we als Apeldoorn zo trots op zijn, zien we langzaamaan verstedelijken. En dat vinden wij heel erg jammer, zeker als natuurorganisatie. De werkgroep Milieu Apeldoorn vindt dat de gemeente te gemakkelijk met de vergunningen over het gebied omgaat. Ja, dat vinden wij niet leuk. Wij zien dat de gemeente op een of andere manier steeds verder de Veluwe op wil om stedelijke activiteiten te verrichten. En je krijgt niet zomaar een vergunning om in de natuur een parkeerplaats aan te leggen. En daarom wordt de weg gevolgd van, laten we nu maar eens eerst een tijdelijke vergunning van 10 jaar erop hebben. Daar raken mensen eraan gewend dat er al die auto's komen. En na 10 jaar dan zullen we eens verder zien, dan maken we een definitieve vergunning van. En het is niet alleen dat hier die parkeerplaatsen komen, tegen de parkeerplaatsen aan ligt ook een aanvraag om een grote stadscamping te bouwen. Daarmee gaat ook weer een stuk van die natuur weg. En de manier waarop dat verloopt, daar ben je niet blij mee? Daar zijn wij zeker niet blij mee. We vinden het zelfs wat sneaky. Nu geldt dat parkeren tijdelijk voor 10 jaar. Nu is de werkgroep toch een beetje bang dat het toch geruisloos overgaat in definitief parkeren. Hoe groot is die vrees? Nou, het is zo dat het college nu een besluit neemt voor de komende 10 jaar. En die heeft daar ook daadwerkelijk een aantal grenzen aan gesteld. En een van die grenzen is dat het ook daadwerkelijk een gebruik is wat voor de komende 10 jaar geldt. Dus mocht die termijn dan in zicht komen, dan zal het college zich actief over een nieuw besluit moeten gaan nadenken. En dan op dat moment moeten gaan kijken van hoe het verder gaat op dat moment. Nu zeggen de wijkraden, zowel van Bergenbos als van Orden, die zeggen, gemeente, waarom maak je geen transferium buiten de stad? Want dan pak je gelijk de parkeerproblematiek van zowel de Apenhul als de Julianentoren en Paleis het Loo mee. Nou, we hebben in totaal 5 opties meegewogen in dat definitieve besluit. 2 van die opties die gaan inderdaad over het buiten de verder weg parkeren. Nou, wij hebben geconstateerd en samen met een externe adviseur hebben wij geconstateerd dat die opties gewoon erg duur zijn. Dat zijn opties waar jaarlijks een forse hoeveelheid geld naartoe gedragen moet worden. Nou, wij, het college is van mening dat ze binnen de huidige mogelijkheden dat niet lukt. Misschien dat de raad daar anders over denkt.
Voorlopig lijkt het parkeerprobleem in de wijk Bergen-Bos voor de bezoekers van de Apenheul en Park Bergen-Bos opgelost. Zelfs de DAS kan daar geen verandering in brengen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is afgelopen maanden meer gestegen dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Dat blijkt uit het tussentijds rapport van de gemeente Apeldoorn. Tussen 2015 en 2016 is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen met ruim 6% en dat is meer dan bij andere vergelijkbare gemeenten. Daar was de stijging van bijna 3% te zien. De oorzaak van de stijging komt veelal doordat er veel mensen niet aan een baan geholpen kunnen worden en omdat er een grote stroom mensen met een WW-uitkering in de bijstand zijn beland. De Apeldoorner Jurie Hulsebos is overleden. Jurie Hulsebos werd in 2000 nog benoemd als Apeldoorner van het jaar en ontving in 2005 een koninklijk lintje. Hij was de medeoprichter van de 48 Highlanders of Holland Pipes and Drums en zette zich jarenlang in bij de wielervereniging De Adelaar. Hulsebos kreeg 2 onderscheidingen van de Wielerbond, een zilveren en een gouden wiel. Tijdens de Canadese veteranenparade zorgde Jurie Hulsebos dat vele Canadese veteranen werden ondergebracht. Jurie Hulsebos is 90 jaar geworden. Het aantal woningbranden tijdens stevige buien, storm en onweer is het afgelopen jaar 2015 enorm gestegen. Landelijk zijn stijgingen te zien van 2000 tot 4000 woningbranden tijdens het heftig noodweer. Dat staat in de risicomonitor woningbranden dat het Verbond van Verzekeraars en de Brandweer Nederland vandaag publiceerde. De cijfers zijn gebaseerd op de schadeclaims die bij de verzekeraars in het jaar 2015 zijn binnengekomen. In de statistieken zijn forse uitschieters te zien op de dagen met storm, onweer of noodweer. Vooral stevige buien zorgen voor branden door kortsluiting. Gemeenten met een groot buitengebied kampen het vaakst met branden. De gemeente Apeldoorn behoort daar ook toe. In Apeldoorn zijn het aantal woningbranden in 2015 enorm gestegen en staat daarmee op de tweede plaats in het landelijke rijtje van de meeste branden op 1000 huishoudens. Deze maand zijn de landelijke brandweerpreventieweken, waar de brandweer extra informatie gaat geven over de gevaren tijdens noodweer. Een bejaarde vrouw uit Klarenbeek heeft 4 dagen en 3 nachten in haar tuin gelegen. De familie van de vrouw had maandag de politie gebeld omdat zij niet thuis gaf. Toen de politie kwam kijken vond ze haar levend en wel in de tuin. De vrouw wilde vrijdag de krant pakken, maar kwam ten val en kwam niet meer overeind. Doordat zij wat grieperig was, had zij extra warme kleding aangetrokken en dat bleek uiteindelijk haar redding. De vrouw is onderkoeld met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Morgen is het wisselend bewolkt met niet veel zon. Het blijft droog en het wordt rond de 12 graden. In de avond en nacht zijn er opklaringen en kan er mist ontstaan. De temperaturen zakken naar ongeveer 9 graden. Donderdag is het vrij zonnig en droog bij 15 graden. Vrijdag is het bewolkt bij 13 graden.